Waar, oh waar, is het felle verkiezingsdebat gebleven? Ja, dat vraag ik me nou af. Maar door het hele woke gebeuren is dat weer een beetje... Ja, nu moet alles weer vriendelijk blijven en braaf en overzichtelijk. En vroeger had je gewoon nog stevige debatten. Weet je nog, ja, zo'n Wouter Bos, die werd toen afgeserveerd door Balkenende en die kon het verder vergeten. Die Roemer, die kreeg even les van Rutte en van die Samsung en dat was ook klaar. Die zagen we ook nooit meer terug. Melkert, joehoe, die kreeg toen even een lesje van Pim Fortuyn en einde carrière. Weet je nog allemaal? Dat dat maakt die politiek zo leuk. Ja, daar gaat het om. Ja, een lekker fel debat. Politiek is niet alleen inhoud natuurlijk, maar dat willen ze. Ja, we moeten over inhoud gaan, hou alsjeblieft op. Inhoud oké, maar het gaat ook om de mensen. En het gaat om emotie. En het gaat om, zit je goed in die wedstrijd, ben je scherp? Ja, heb je je feiten allemaal op een rijtje? Ja, ben je een beetje ad rem ook? Dan kunnen mensen zien hoe je bent. En dat is belangrijk in die debatten. Maar dat zien we helemaal niet op dit moment. Nee, vooral de laatste tijd niet. Nu krijgen we weer zo'n debat. Krijgen we de Timmermans in, die zit daar dan met die omzicht. Ja, nou ja. Die hebben we zitten gewoon naar een formatie op televisie te kijken. Ja, dat is waar wat we zien nu. Die Omtzigt en Timmermans spelen elkaar keurig een balletje toe. Zijn helemaal met elkaar eens klaar. Nou, en dat gaan we dan weer zien. En nu mag dan die Dylan, die mag er ook bij komen. Ja, Dylan, wat komt die dan vertellen? Die gaat nu vertellen hoe het allemaal moet. En dat is eigenlijk kritiek op haar eigen beleid van de afgelopen jaren. Ja, want die hebben alleen maar lopen falen. Ja. En nou gaat Dylan, die gaat eigenwijs vertellen. Ja, we moeten dit en dat met het klimaat. Ja, dat had je afgelopen jaren moeten doen. Ja, we moeten dit en dat met het asielbeleid. Dat had je de afgelopen jaren moeten doen. Ja, allemaal dat soort dingen. En dat gaat ze niet doen, want die Dylan die heeft... En of die Omtzigt nodig, of die Timmermans. En trouwens, die drie, die gaan het gewoon allemaal met elkaar doen. Straks in de formatie. Dus die gaan elkaar niet aanvallen. Dus dat wordt een ongelooflijke saaie uitzending. Met alleen maar een beetje voor de klaverjasavondje. Ja, of eigenlijk heb jij voor mij die en dan krijg jij voor mij dat. Ja, vrienden. Nou, ik geloof het wel. Ik ga wel kijken, maar we stellen ons er totaal niks van voor.